alsjeblieft, dan krijgt u de eerste versie te horen van Comment Faire, een nummer van Manu. Manu die misschien wel met haar nummer een klein beetje een aspirintje wil toedienen aan het communautaire probleem, of niet helemaal. Je zingt in het Nederlands en het Frans. Ja, dat klopt. Je bent van? Turbuy. Hoe komt het dan dat je hier plots beland bent? Want Turbuy, dat is de Outback. Ja, maar thuis spreken we Nederlands, dus wij kijken op In en op Catnet en ja... Ik kijk daar al heel lang naartoe, naar Eurosong. Ja? Dat was mijn droom sinds ik klein was, dus ik heb me dat ingeschreven en ik was door. Wauw, geweldig. Je kan ontzettend goed zingen en je zingt in beide talen. Is dat moeilijk? Is dat extra moeilijk of gaat het? Nee, zo wel. Comment Faire, over wat gaat het nummer? Hoe dan de jongens mij moeten verleiden. Hoe oud ben je? 14. Moet je nog even bezig zijn? Kom aan zeg. 14 jaar. En hoe moet men jou verleiden dan? Ja, je moet heel goed luisteren naar mijn nummer. Okay. Dat is belangrijk, blijkbaar. Het is in het Frans, dat is heel moeilijk voor sommige jongens misschien. Ja, maar het is ook in Nederland, hè, dus. Ja. Oké, okay. We kregen zo net de popversie te horen, maar je hebt nog een andere versie. Welke versie is dat? Een jazznummer. Een smoky jazznummer van Comment Faire van Manu. We luisteren. Hallo, ik ben Manu, ik ben 14 jaar. Ik woon in Turbuy, dat ligt in Wallonië. Mijn liedje heet Comment Faire en dat gaat over hoe de jongens mij moeten verleiden. Dat is een heel gewaagde stelling op Junior Eurosong. Ja. Okay. Heb je al een vriendje dan? Ja en nee. Die is toch bezig om te ontdekken hoe die jou moet verleiden? Voilà, se. Oké. Waarom neem je eigenlijk deel aan Junior Eurosong? Omdat dat mijn droom is sinds ik al klein ben en ik kijk elk jaar naar Eurosong. Ik heb er nog nooit in gemist eigenlijk. En, ja. En nu komt die droom eigenlijk uit, hè. En dat is fantastisch. Is dit eigenlijk het eerste wat je doet in de muziekwereld of heb je al vroeger opgetreden of zo? Ja, ik heb al meegedaan aan Zussen Marie in de Cup. In het tweede jaar, samen met Thomas. Ik was tweede en hij was eerste.